Terwijl de laatste mensen naar binnen schuifelen en een kopje koffie drinken en de piep uit de microfoon wordt gehaald, heet ik u graag van harte welkom op deze informatieavond van de gemeente Oldebroek over de vraag van het COA of er een asielzoekerscentrum gevestigd kan worden op Heidehoek. Mijn naam is Marion van der Voort. Afgelopen maandag was ik hier ook, maar daarvoor was ik, moet ik eerlijk bekennen, nog nooit in Wezep. Ik werk niet voor de gemeente Oldebroek, ik werk niet voor het COA en ik werk ook niet voor u. En dat maakt het voor mij heel gemakkelijk. Ik heb vanavond maar één belang en dat is dat er zoveel mogelijk van uw vragen gesteld kunnen worden en dat die ook beantwoord kunnen worden door de mensen die daarvoor hier aanwezig zijn. De massale opkomst afgelopen maandag al en nu ook weer betekent in ieder geval dat de mogelijke komst van een AZC naar Heidehoek heel erg leeft hier. Dat is heel erg duidelijk. En daarom is het goed dat u de mogelijkheid krijgt, maar vooral ook neemt om al uw vragen te stellen en opmerkingen te maken. U zult er begrip voor hebben, naar ik aanneem, dat het niet mogelijk is om u allemaal aan het woord te laten. Ik ga mijn uiterste best doen om te zorgen dat er zoveel mogelijk aspecten aan de orde komen. En dat zoveel mogelijk van u aan het woord komt. En ook om te zorgen dat de antwoorden die komen, dat die duidelijk zijn. Die antwoorden die komen zometeen van verschillende mensen. U waarschijnlijk zeer wel bekend is de heer Hogendoren, burgemeester van Oldebroek. Hier ook aanwezig is mevrouw De Vos. Zij is wethouder van de gemeente Oldebroek. En namens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zal hier Janet Helders naartoe komen. Maar zij is nog onderweg. Zij schuift zo meteen zo snel mogelijk aan. Als wij al vragen hebben voordat zij er is, is daarvoor in de plaats Pascal Meertens die vragen ook zal kunnen beantwoorden. Wat hier gebeurt wordt ook live uitgezonden op Loco FM en ook via de kabelkrant. En er zijn ook allerlei andere media aanwezig en ook fotografen aanwezig. Dan kunt u dat wellicht ook later nog eens terugkijken. En ik begreep vorige keer dat er ook mensen die thuis meekijken vragen hebben. Geldt ook voor u, als u na vanavond toch nog een vraag heeft, een opmerking heeft, dan kunt u die altijd kwijt via de mail in ieder geval, via gemeente@oldebroek.nl. En u kunt ook gewoon bellen met de gemeente, dat is ook geen enkel probleem. Ik heb wel een hele strakke afspraak en ik kijk op voorhand vast eventjes naar die kant. We hebben één afspraak vanavond en dat is dat je alleen spreekt als er een microfoon is. Anders gaat het namelijk niet lukken om mensen, zowel voor als tegen, iedereen goed aan het woord te laten. Dan zijn de mensen aan het woord, maar dan is het niet duidelijk wat ze zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die dat hier wil. Dus heel graag wachten tot de microfoon bij u is. Nou kan ik niet naar iedereen toesprinten, maar daarvoor hebben we een aantal mensen in de zaal die op mijn aanwijzing naar mensen toekomen op het moment dat zij aan het woord zijn. Het zou heel prettig zijn als iedereen zich daar ook aan houdt. Komt u gerust naar voren, want er zijn hier nog een heleboel stoelen. Kunt u gewoon lekker op uw gemakje zitten. Is veel prettiger. Voordat wij echt beginnen, denk ik dat het goed is als ik eerst eventjes de burgemeester Hogendoren het woord geef. Want die wilde graag iets zeggen. Zullen wij hier gaan staan daarvoor? Ja, dank u wel. Ja, beste mensen, het is goed dat we hier bij elkaar zijn met zoveel mensen. En ik zou graag nog even iets willen zeggen over het doel van vanavond. De aanleiding is het verzoek, dat weten we allemaal, van het COA om op de Heidehoek een asielzoekerscentrum te realiseren met een capaciteit van 600 mensen. Het gemeentebestuur heeft daar tegenover een positieve grondhouding aangenomen. Maar, heel nadrukkelijk, maar het moet verantwoord georganiseerd kunnen worden. En in die zin is er dus ook nog niets definitief beslist. Afgelopen week hebben we best heel veel reacties gekregen. Ik ook persoonlijk, maar ook als gemeente, allemaal. Veel reacties van inwoners, boze reacties, instemmende reacties. Reacties van mensen die zich echt ook begrijpelijk zorgen maken. En daarom is het goed dat we met elkaar het goede gesprek hebben.
Ik zei al, er is nog niets beslist. We moeten met elkaar kijken. Maar onze wens als gemeentebestuur is dat we samen met de inwoners, samen met de omwonenden, samen met onze gemeenteraad kijken wat onze mogelijkheden zijn in dit verband. En daarom wil ik graag u uitnodigen om vanavond uw mening ook kenbaar te maken. We willen uw mening ophalen en daarmee ook verder aan de slag. Oké, nou, dat gezegd hebbende, u zegt het gemeentebestuur heeft een positieve grondhouding. De gemeenteraad heeft zich er nog niet echt over uitgesproken. Maar afgelopen maandag bleek ook wel dat mensen soms een beetje het gevoel hebben dat het allemaal al wel in kannen en kruiken is. Snapt u dat? Ja, ik denk dat er twee punten ons even apart spelen. In de eerste plaats gaat het erover dat wij als college hebben gezegd een positieve grondhouding in te nemen. En dat is ook echt het geval. Maar dat wordt begrijpelijkerwijs te veel uitgelegd alsof we het al besloten hebben. En dat is echt niet het geval. Het tweede punt is dat omdat het COA als ondergrens hanteert om bedrijfsmatige redenen een aantal van 600, dat het daarmee erop leidt dat wij het aantal van 600 als gemeentebestuur hebben geaccepteerd. En ook dat is niet het geval. Dat maakt ook onderdeel uit van het onderzoek of het verantwoord is. Of het kan op de camping zelf, fysiek gewoon puur, maar ook of het maatschappelijk gezien verantwoord is. Dus dat is echt nog geen feit. Dat is onderdeel van het onderzoek. U zegt een onderzoek. Dat onderzoek, daar worden verschillende dingen onderzocht. Wat wordt er onderzocht in de komende periode voordat de gemeente Oldebroek echt een besluit neemt? Ja, ook daar hadden we afgelopen maandag in mijn beleving wel een beetje misverstand over. Daar werd eigenlijk gevraagd naar criteria, begrijpelijkerwijs. En onze antwoorden, dat geef ik eerlijk toe, die waren op dat moment vaag. Dat klopt. Maar hoe komt dat? Omdat het ons niet verstandig leek om eerst zelf als gemeentebestuur het allemaal helemaal uit te werken. En dan te zeggen, dit is het. Wat vindt u ervan? Nee, we willen het juist omdraaien. We willen graag eerst van u weten wat uw mening is, wat u belangrijke aandachtspunten vindt. En er zijn er afgelopen maandag al een paar genoemd, zoals veiligheid, zoals verkeer, begeleiding, noem maar op. En als we die aandachtspunten in beeld hebben, dan willen we die concreet gaan uitwerken, ook samen met de buurt, met de omwonenden en het COA, om te kijken, kunnen we tot een verantwoorde situatie komen. Dus dat is de reden waarom we op dit moment nog vaag zijn. Hoe lang gaat dat onderzoek duren en wanneer weten mensen of het er echt kan komen of niet? We hebben voor onszelf een periode van 6 tot 8 weken genomen. Maar belangrijker vind ik dat we een goed onderzoek hebben met een goede uitkomst waar we ons met elkaar in kunnen vinden. En dat onderzoek, dat allerlei dingen die nu hier worden aangegeven, alle vragen die al gesteld zijn, die nog gesteld gaan worden, maken daar ook deel van uit. Proef ik nou net een beetje dat u zegt van nou, het COA wil heel graag 600, maar mogelijk dat wij zeggen nou, we willen wel een asielzoekcentrum, maar dan met minder mensen? Dat kan zeker ter discussie komen te staan. En dan is het ook aan het COA om te beoordelen of ze daarin mee kunnen komen, ja of nee. Wij hebben ook een verantwoordelijkheid voor onze inwoners. En wij moeten het ook voor onze inwoners het aantal ook verantwoord vinden. Jeannette Helder is er nog niet. Dus ik kijk toch eventjes naar de kant van Pascal Meertens. Want we komen nou toch al snel bij het COA, het Centraal Orgaan Asielzoekers. Blijf maar gerust hier staan, burgemeester, want ik heb vast zo nog een vraag voor u. Het Centraal Orgaan Asielzoekers. Jullie zijn voorstander van het asielzoekerscentrum op Heidehoek. Waarom zouden daar 600 mensen moeten komen? Nou, de 600 zijn gebaseerd op de meest ideale situatie. Zowel voor de bewoners die daar wonen, dan heb ik het over de voldoende dagbesteding die wij daar kunnen aanbieden, zorg, et cetera. Maar ik wil toch ook benadrukken dat wij vanuit het COA ook nog geen overeenstemming hebben met de eigenaar. Daar moeten we ook nog in gesprek over na afloop van het onderzoek wat we samen doen met de gemeente Oldebroek. Oké, want dat is de eigenaar van Heidehoek heeft contact met jullie opgenomen en gezegd, ik heb misschien wel een plek voor jullie. Hoe gaat dat dan verder in zijn werk? Ja, zoals u zult begrijpen, en als we alle beelden landelijk zien en ook in de media, is de instroom van vluchtelingen op dit moment erg hoog. Dus wij worden als COA door diverse partijen benaderd met mogelijke opties. Dan noemen wij daar een zogeheten schouw. En kijken of het een optie zou zijn om daar een asielzoekerscentrum te vestigen. En wat Heidehoek betreft kwam er uit de schouw dat dat wel zou kunnen wat jullie betreft. Hoe zou dat daar moeten plaatsvinden? Want er wonen nu nog
150 Poolse migranten. Daar moet eerst een andere plek voor gevonden worden, heb ik begrepen. Maar er wonen nu 150 mensen. Hoe krijg je daar 600 mensen? Wat gaan jullie daar bouwen of neerzetten? Nou, de Heidehoek heeft op dit moment een aantal chalets staan waar zij de Poolse arbeiders huisvesten. Maar heeft ook de mogelijkheid om meerdere chalets neer te zetten, waardoor we het aantal van 600 kunnen halen. Dus er zouden dat chalets bij geplaatst kunnen worden? Ja, er is ruimte en er ligt ook al een infrastructuur dat dat mogelijk maakt. Goed, we kan nog een heleboel vragen stellen, maar ik heb veel liever dat mensen in de zaal vragen stellen. En als u een vraag heeft, want dat is in eerste instantie vooral bedoeld voor mensen uit Wezep en ook uit de rest van Oldebroek. En ik kan niet aan uw voorhoofd zien waar u woont, dus het is ook een openbare bijeenkomst. Maar ik vraag u, als u elders vandaan komt, gunt u de mensen uit Wezep en Oldebroek de mogelijkheid eerst om die vragen te stellen? En ga even staan als u de microfoon naar u toe krijgt. Daar is al een mevrouw en die heeft een eerste vraag. Ik ga hem niet stellen. Aan iemand anders. Oh. Ja, dank u wel. Ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Marjolein Faber. Ik ben de fractievoorzitter van de Eerste Kamer van de PVV. Ja, en dan ga ik... Hartelijk welkom, mevrouw Faber. Heel fijn dat u hier bent om hier ook te luisteren. Maar zoals ik net zei, u woont niet in Oldebroek. Als er zometeen nog gelegenheid is, geef ik u graag het woord. Maar op dit moment wil ik eerst het woord geven aan bewoners. Eén ding. Ik ben een gekozen volksvertegenwoordiger. En ik kom hier op een democratische wijze. Ik kom hier voor mijn achterban om te spreken voor Colinda. Die heeft gevraagd of ik het woord voor haar wil voeren. En dat mag zij. Dat recht heeft zij. Ik heb met Colinda afgesproken dat zij het woord krijgt. En ik ga nu eerst het woord geven aan mensen uit Oldebroek en Wezep. Wie zou ik nu... Ja, ik heb nu. Ik kom naar u toe. Ik heb een vraag aan de burgemeester. Die gaf vandaag op Twitter of op Facebook aan dat er geen IS-strijders naar Wezep zouden komen. Klopt dat? Dat er geen IS-strijders zouden komen? Ja. Wat is uw vraag dan? Nou, dat was mijn vraag. Als de burgemeester helderziend is. Nou, burgemeester... Burgemeester, dat is een hot issue. Wat zijn dat voor mensen en hoe weet u dat het geen IS-strijders zijn? Wilt u misschien even stil zijn om te luisteren naar de burgemeester? Het zou wel makkelijk zijn als ik helderziende was, maar dat ben ik niet. Mag als dat. Ik heb ook niet gezegd dat er geen IS-aanhangers bij zitten. Het enige wat ik heb gedaan is dat er een onderzoek van de AIVD en de NCVT, of hoe die club ook mag heten, die Nationale Terrorismebestrijding, dat die onderzoek hebben gedaan tot die tot een conclusie zijn gekomen. En dat heb ik geretweet en niet anders. Het was niet mijn mening. Nou, misschien dat de meneer Van het Koa daar iets meer van af weet. Want er zijn heel veel vluchtelingen uit Syrië op dit moment. Hoe weten jullie wat voor mensen dat zijn en met wat voor bedoelingen ze hier naartoe komen? Nou, volgens mij noemde de burgemeester al het Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Daar ligt de primaire taak... om te kijken of er geen IS-strijders bij zitten. Daarnaast komen vluchtelingen in een asielprocedure waar hun verhaal gecheckt wordt. En daar komt dus ook uit of er toevallig verdenkingen zouden zijn van oorlogsmisdadigen. Mag ik heel even stilte, zodat we ook kunnen horen wat deze meneer zegt? Van oorlogsmisdadigheden of iets anders. Daarnaast zijn al onze medewerkers getraind in het herkennen van signalen van radicalisering. En hebben wij ook contacten met politie op het moment dat dat aan de orde is. En gebeurt het wel eens dat het aan de orde is, dat er mensen uitgehaald worden? Er worden wel eens mensen betiteld met een zogeheten 1F-status. Dat is een titel die men krijgt als men schending van de mensenrechten heeft ondergaan. En we geven wel eens signalen door aan het NCTV.
van mensen waarvan we denken, hier klopt iets niet. En dan vindt daar onderzoek op plaats. Nu we het erover hebben, wat voor mensen zijn dat die naar Wezep zouden komen? Wij praten in Wezep over een AZC. En dat zijn dus mensen die naar Nederland gekomen zijn, het asielproces al doorlopen hebben en een besluit hebben op de eerste asielprocedure. En de samenstelling van die groep, kunt u daar iets over zeggen? Nou, de huidige samenstelling, maar ook daarin zie je dat er wel eens wisselingen plaatsvinden. Gaan we uit van ongeveer 60% mannen. En dan ga ik toch de term noemen alleenreizende mannen en 40% gezinnen. En hoe komt het dat er zo relatief veel alleenreizende mannen zijn? De keuze voor mensen is... Ik wil u toch echt verzoeken om dus ruimte te geven om ook antwoorden te geven. Als u niet van plan bent daarnaar te luisteren, kunt u ook overwegen thuis te gaan luisteren. Het is fijn voor alle andere mensen hier dat zij wel die antwoorden kunnen horen. Ja, veelal zijn het mannen waarvan de gezinnen verblijven in vluchtelingenkampen in de regio. En dan... Simpelweg zegt men dan, als één vooruit gaat, we zien allemaal de beelden op de Middellandse Zee, et cetera. Is dat de reden waarom er in principe veel mannen komen? En we zien dus ook dat op het moment dat mensen een verblijfsvergunning krijgen, ze gezinshereniging aanvragen. Dan komt de rest van de familie ook. Goed. Nog een vraag, even kijken. Ik ga naar u. Ja, goedenavond, ik ben ook inwoner van Wezep. Ja, ik hoor dan dat er al een positief grondgevoel is. Hè? Waarom wordt er niet een onderzoek gedaan naar het draagvlak van de bewoners van Wezep? Ik weet niet of ik dat de burgemeester moet vragen. Of, ja, dan kom ik naar u toe, want die geluiden zijn er al vaker geweest. Zou het niet iets zijn voor een referendum bijvoorbeeld? Nou, dat was voor mij de vraag, was onderzoek naar draagvlak. En die vraag is terecht wat mij betreft. Helemaal terecht. En dat is ook precies wat we nu aan het doen zijn. Ik heb net ook al gezegd, we hebben niet beslist. Nee, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Het gemeentebestuur is van mening dat het goed zou zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor opvang van vluchtelingen die in Nederland verblijven. Tegelijkertijd hebben we gezegd, we weten ons ook verantwoordelijk voor onze eigen inwoners. Dus dat moet in balans zijn. En we gaan het dus niet zomaar doen. Daarom zoeken we ook naar het draagvlak en naar de realiteit. Naar de mogelijkheid om het te realiseren. En dus deze bijeenkomst is ook echt daarvoor bedoeld. En op welk moment besluit u dat er draagvlak is? Hoe peilt u, polst u dat dan? Of hoe? Het gaat erom dat we samen met de inwoners, deze bijeenkomst, maar ook samen met de buurt, met de omwonenden, kunnen komen tot een conclusie om tot verantwoord op bepaalde opvang van een aantal mensen te komen. Als dat conclusie kan zijn, dan gaan we daarmee naar de gemeenteraad. Is die conclusie niet te trekken, dan zullen we dat voorstel ook niet doen. En u zegt ook, de gemeenteraad is democratisch gekozen. Die gaat namens de bewoners van Wezep bepalen of die er zou komen of niet. Dat is helemaal juist. Goed, dat is goed. U had net ook al een vraag. Ja, ik denk dat we met een kwartiertje klaar kunnen zijn. Ik heb de uitzending van afgelopen maandag terugbeluisterd en ik heb begrepen dat u vorig jaar bent verzocht door COA om 600 asielzoekers te plaatsen. En toen zei u van nou, we hebben plek aan de Bovendwarsweg om daar asielzoekers te plaatsen, maar met een maximum van 350 personen. Ik denk, waarom knappen we dat hele pand niet op? En waarom maken we dat niet goed in orde? Nu is het onbewoonbaar verklaard, maar met beperkte middelen zou je kunnen zeggen, nou, dan maken we er een prachtig asielzoekerscentrum van. En ik denk van, dan hoef je ook geen 600 mensen op te nemen. En je zegt van, nou, maar toch, wat past bij onze gemeente, 350 mensen. En dan zal het COA zeggen, wij willen per se 600 mensen. Ik denk van, nou, maar past het de plaats, COA? Ik denk van, bij een gemeente, er zijn genoeg vrijwilligers, organisaties, kerken die vluchtelingen willen ondersteunen en dan maar niet wat dat betreft van allerlei faciliteiten die bij 600 mensen passen. Maar ik denk dat dat een prima middenweg is en dat we daarvoor moeten gaan misschien. Oké, goed.
Eerst even de ene vraag. Een andere locatie. Er is blijkbaar een andere locatie. Waarom is dat geen optie? Daarover hebben we vorig jaar heel concreet met het COA om tafel gezeten. Omdat het COA ons toen een concreet verzoek deed met betrekking tot de jeugdherberg waar meneer het over heeft. Toen was ook de wens van het COA in dat geval ook van 600. Wij hebben toen geconstateerd dat het op die locatie niet meer kon zijn, fysiek gezien ook, dan 350. Overigens hebben we ook daar natuurlijk te maken met een woonomgeving. En wat was dan de reden dat u er daar maar 350 verantwoord achtte? Het was niet een kwestie van verantwoord, het was een kwestie ook van fysieke ruimte, dat soort zaken. Dus dat was voor het COA op dat moment de conclusie, dat vinden we te weinig, dus gaat het niet door. Maar toen hebben we ook daar gezegd, wat ons betreft zijn we bereid om daar in die woonomgeving te onderzoeken of dat daar gerealiseerd kan worden. Want dan ligt het toch een beetje op het aantal, en dat is geloof ik toch wel een heet hangijzer. U heeft al gezegd, van bij 600 kan het COA zorgen voor allerlei faciliteiten. Maar twee keer opvang van 300 is ook 600. Kan het niet een onsje minder, zodat er minder mensen kunnen worden opgevangen daar? Nou, volgens mij heb ik aangegeven dat een omvang van 600 een ideale omvang is voor ons. Heeft de burgemeester ook aangegeven dat het aantal nog onderdeel uitmaakt van het onderzoek. Dus ik neem deze suggestie gewoon mee. Oké, om eventueel minder mensen op één locatie te plaatsen. Nou ja, ik denk dat we eerst moeten kijken naar het onderzoek waar de burgemeester ook aan refereerde. Ja. En dat we daar dan over aantallen verder hebben. Oké, dat is wat jullie betreft ook dan nog een punt om nader te bezien. Het maakt onderdeel uit van het onderzoek, dus daar moeten we naar gaan kijken. Goed. Ik zie veel handen. Die mevrouw daarachter. Ja. Nou, ik ben ook een inwoner van Wezep en ik wou ten eerste de meneer van de COA vragen. Wat verdient u per jaar om al die vluchtelingen hier naartoe te krijgen? Ten tweede, de kranten staan vol wat voor vluchtelingen hier komen. En dan zei u maandagavond van ja, ze sturen de sterke mannen weg. Nou, bullshit. Kijk eens wat ze in Weert doen. Kijk wat ze in Zwolle doen. Ze verkrachten al, ze doen al. Wat is de veiligheid hier? Voor de jeugd wordt al niks gedaan, want er is geen geld voor. En dan meneer de burgemeester. Veiligheid, zorg. Er zijn mensen die geen woning krijgen hier. Die moeten jaren wachten. Wie betaalt het allemaal? De meneer van Heidehoek, die zou wel denken 150 Polen weg. Maar ik buur meer omdat het heel slecht gaat op Heidehoek. Dat zijn zoveel vragen. En meneer van de COA, als u eens goed die mensen allemaal kent die hier naartoe komen, hè, dan zou u geen vluchteling meer hier naar binnen halen. Er komt een jongetje op Facebook te staan omdat het zogenaamd dat kind is aangespoeld. Wat doet zijn vader? Zijn vader die smokkelt, die buurt heel veel geld voor de mensen hier naartoe te halen. En het zijn allemaal criminelen die hier naartoe komen. Oké, het is zo is het. Ik ga dat laatste wat u gezegd heeft negeren. En de eerste vraag ook maar eventjes. Maar het is heel duidelijk dat u zich afvraagt, wat voor mensen zijn dat hier naartoe komen? Nou, op dit moment bestaat de totale instroom per week ongeveer voor 80% uit mensen. Misschien kunnen we weer even luisteren. Voor 80% uit mensen uit Syrië. Dus die beelden kennen we allemaal. Daarnaast een Iran, Irak, Afghanistan. Goed, de veiligheid, burgemeester, dat is toch een issue. Waarvan ze dan zeggen, misschien kan ik daar ook eerst nog eventjes bij u terecht of gelijk maar bij u. Over hoe zit het met de veiligheid rondom. Want mensen maken zich daar ernstige zorgen over. Er komen mensen aan die zij niet kennen. En ze maken zich ernstige zorgen over de veiligheid van hun huis, hun familie enzovoort. Ja, nou, dat is ook heel begrijpelijk en terecht. Althans, ik begrijp die vragen. Kijk, in het algemeen is zo. Gemeente en politie weten zich verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Maar we kunnen ook in de huidige situatie nooit voor 100% veiligheid garanderen. Nu niet en dan niet.
Maar we zullen wel samen met de omgeving dan ook moeten kijken hoe we dat weten te organiseren. En dat is ook deel van het onderzoek. Maar waar denkt u dan aan bij hoe dat te organiseren? Nou, in de eerste plaats gaat het erom dat je dan ook voorwaarden stelt aan het COA wat betreft de bewaking op het park zelf, de begeleiding op het park zelf. Maar ook op basis van de feiten, de feitelijke ontwikkeling in de woonomgeving en in het hele dorp, dat het ook samen met de politie en de woonomgeving in de gaten houden, hoe zich dat ontwikkelt. Is dat een normaal patroon of heeft dat meer aandacht nodig? En als het meer aandacht nodig heeft, dan krijgt het meer aandacht. Oké. Dus u zegt, dat moeten we in de gaten houden. Nou weet ik dat COA daar ook het nodige aan doet. Bijvoorbeeld met klankbordgroepen en dergelijke. Dat gaat daar ook juist heel vaak over dit onderwerp. Hoe gaat het met de veiligheid in de omgeving? Ja. Elke locatie heeft een beveiliging, zoals de burgemeester al noemde. Daarnaast hebben wij een 24 uur bereikbaarheid van de locatie, mochten er dingen in en om de omgeving opvallen. En starten wij bij de komst van een asielzoekerscentrum altijd een omwonenden overleg. Daarin hebben zitting de gemeente, politie, COA, maar ook omwonenden. Juist om met elkaar te kijken hoe een AZC goed ingepast kan worden in de wijk. En als er problemen zijn, dat we dat gezamenlijk gaan proberen op te lossen. Goed. Ik zie meneer hier. Jij bent maandag ook wel even aan het woord geweest. Ik ga eerst even naar mensen die toen nog niet aan het woord zijn geweest. Ik ben Pieter-Jan de Buk, predikant hier in Wezep. En ik spreek namens alle predikanten in Wezep. Wij zijn als predikanten van de diverse kerken in Wezep goed op de hoogte, goed bekend met de veel mensen hier in Wezep. We zijn ook bekend met de christelijke opdracht van ontferming over mensen in nood. Ook wij hebben beelden gezien, afschuwelijke beelden van omstandigheden waaronder mensen vanuit hun vaderland op de vlucht zijn geslagen. In de kerken wordt veelvuldig gebeden tot God vanwege het lot van vluchtelingen. Het is onze overtuiging dat ons gebed ons ook mede verantwoordelijk maakt. Het gemeentebestuur en het COA weten aan welke voorwaarden moet worden voldaan om tot vestiging van een AZC te komen. Vanuit de kerken weten wij niet, nu al op voorhand te vertellen, hoe wij de nieuwe dorpsbewoners gastvrij tegemoet kunnen treden. Graag even stilte, ja? Maar wij willen graag onze eigen grenzen en beperkingen en angst daaroverheen stappen en de anderen ontmoeten. Zo kunnen we elkaar worden tot naasten. We begrijpen dat het voor niemand voor de hand liggend en gemakkelijk is om te stappen in de wereld van de nood van de ander. Toch zien wij dat als onze opdracht. Wij weten niet op voorhand hoe we asielzoekers kunnen helpen. We kunnen alleen zeggen, hier zijn wij, kom naar ons toe, sta tussen ons als tussen medemensen. Wij willen verdraagzaamheid, hartelijkheid en steun aanbieden. Oké. Waarvan akte. Ja, ik zie eerst, u had ook een vraag. Gaan we eerst naar die meneer, ik heb u ook gezien. Ja? Die meneer. Goed, ik ben Frans Schreurs. Als 7-jarige jongen ging ik naar Engeland, uit Bleeksneus, direct na de Tweede Wereldoorlog. Dus ik weet wel een beetje wat het is om ergens van het ene land naar het andere land te gaan. Maar als ik dan zie hoe dus de burgemeester al een beetje met COAC de aantallen is verdelen, laten we nog eens eerst de gemeenschap zeggen wat er aan de hand is. En wat is er namelijk aan de hand? Een economische vluchteling komt hier naartoe. In grote aantallen. Ik was ook vluchteling, maar ik ging voor de honger. Ging naar Engeland. Deze mensen, die komen hier naartoe om te verbeteren. En hoe is dat nou, die stroom op gang gekomen? Die is op gang gekomen omdat Oostenrijk op een gegeven moment zegt, kom maar. En even letten, Merkel, namens Duitsland, kom maar. En toen kwamen ze aan de grens en toen zeiden ze, die gooien we dicht. Maar die mensen moesten ergens blijven. Dus die zijn doorgegaan. En die zijn dus uiteindelijk, onder andere, in Nederland terechtgekomen. Wat is uw vraag? De dominee was net aan het woord. En ja, ik heb een paar vragen. Nou, maar ik moet eerst de inleiding gaat geven. Gaat u ze stellen, ja? De dominee was net aan het woord en die heeft het over het christelijke beginselen. Ik ben ook christen. Ja, ik probeer het zo goed mogelijk te doen, alleen ik... Laat het er wel eens mee zitten. Nou, houd er wel rekening mee dat dit Mohammedanen zijn. En echte goede Mohammedanen. Dat wil dus zeggen dat zij hun Mohammedaanse beginselen aanhouden. Het zijn geen nihilisten.
die maar een beetje aanrotsen, hoor je. Nee, dat zijn werkelijk mensen die dus op hun manier hun geloof proberen uit te brengen. En de uitwassen daarvan zijn namelijk dat ze de christenen onderdrukken. Goed. En wat is uw vraag? Mijn vraag is, op de eerste plaats hadden ze net, jullie tweeën vanuit het verdelen, een bestemmingsplan, dat moet gewijzigd worden. Is dat al in sprake geweest om daar die gebouwen neer te zetten? Ja. En wat is de volgende vraag? Dan doen we die ook gewoon gelijk. Hoe is de medische zorg van die mensen? Oké. Gaan we eerst even die doen. Het bestemmingsplan. Moet ik daarvoor de wethouder hebben of de burgemeester? Zeg het eens. Doen de wethouder. Mevrouw Vos. Het bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd. Want op dit moment is het bestemming recreatie. Hoe gaat u dat regelen? Dat klopt. Dat het op dit moment een recreatiebestemming heeft. Daar zijn procedures voor. En daar kunnen wij een tijdelijke afwijking van doen. Die tijdelijke afwijking die wordt op een gegeven moment vergund. En daar zijn wet en regelgeving voor. Dus dat zullen we netjes doen zoals dat betaamt. Maar tijdelijk, er is sprake van een asielzoekcentrum voor 5 jaar. Dat is best lang voor tijdelijk. Ja, maar tijdelijk is voor de bestemmingsplanwijziging 5 jaar. Dat is inderdaad tijdelijk om te kijken. En ik heb die vraag maandag ook gehoord of er planschade mogelijk is of dat soort zaken, dan wordt tijdelijk of 5 jaar niet meer als tijdelijk gezien. Maar dat betekent als die bestemmingswijziging gebeurt, tijdelijk, dan komt er ook een inspraakprocedure waarbij de zaak ter inzage ligt en mensen hun zienswijze allemaal kunnen indienen. Zo'n procedure zit daar omheen. Ja, ik heb ook maandag aangegeven dat inhoudelijk de procedure dat ik daar niet de expert van ben, dat geef ik ook direct toe. Maar wij zullen daar openheid van zaken voor geven. Hoe wij die procedure doen, dat kunt u ook zien en met ons volgen op de website. Dat zullen wij ook daar stukje voor beetje laten zien. Goed. En dan die andere vraag ging over de zorg. Dan is dit misschien een mooi moment om mevrouw Helder naar voren te halen. Want u bent inmiddels gearriveerd, begreep ik. Komt u deze kant op? Gaan we gewoon even hier staan, we hebben hier nog een tafel. En dan kunt u me er weer gaan zitten. Welkom mevrouw Helder, u was wat later omdat u in een file stond, begreep ik? Ja. U bent bestuurder van het COA. En die meneer die vroeg dus net, hoe is het geregeld met de zorg voor deze mensen? Nee, ik hou hem vast. Nee, ik hou hem vast. Nee, eigenlijk is de gezondheidszorg voor asielzoekers net zo geregeld als voor ieder ander in Nederland. Als het gaat om ziekte op een AZC, dan is er een huisarts in de buurt of dan is er een praktijklijn in de buurt waar 24 uur per dag contact mee opgenomen kan worden. En we hebben op alle AZC's verpleegkundigen die in de gaten houden hoe het is met mensen. Op zich moeten mensen zelf naar een dokter gaan als er iets aan de hand is. Dus dat betekent, u kunt zich voorstellen, is nog wel eens een taalbarrière. Vandaar ook dat we altijd een tolkentelefoon in de buurt hebben. Zodat er altijd goed contact met een arts of een verpleegkundige mogelijk is. Die meneer die sprak net ook over mensen met een ander geloof die binnenkomen. Hoe gaan jullie daarmee om? Want dat betekent dat in een van oorsprong christelijk dorp daar opeens 600 mensen met een heel ander geloofsovertuiging binnenkomen. Nou, dat is niet per definitie zo, omdat op dit moment er ook heel veel Eritreërs binnenkomen, mensen uit Eritrea. En dat zijn allemaal mensen die het christelijke geloof aanhangen. En het klopt dat we uit Syrië verschillende geloven krijgen, trouwens ook christelijke. Wat wij zien in de Nederlandse samenleving... Even stilte graag. Wat wij zien in de Nederlandse samenleving is dat we in Nederland ook verschillende geloven hebben. We hebben mensen die de islam aanhangen, we hebben mensen die het christelijk geloof aanhangen. En binnen het christelijk geloof weer een heleboel verschillende vormen. En dat zie je eigenlijk ook bij onze bewoners. En we vinden het belangrijk dat als je in Nederland komt en in een AZC gaat wonen, dat je vanaf het begin af aan heel duidelijk weet, zo zit Nederland in elkaar. Daar wonen mensen met verschillende geloven. En in een AZC wonen ook mensen met verschillende geloven. Oké, goed. Dan heeft u nog één vraag bij die meneer, ja?
Dat antwoord, dat slaat nergens op. En welk antwoord bedoelt u dan? Het eerste antwoord wat de vraag die gesteld werd, de eerste vraag, want we halen van alle de vragen door elkaar. En er werd zelf dus op een gegeven moment gezegd van, en dat wordt wel geregeld, er wordt niets geregeld. Die mensen hebben geen computer in hun buik zitten om op een gegeven moment te zetten, nu moet ik me overschakelen naar de Europese samenleving. Die brengen ze mee, hun samenleving. En zij komen gewoon met de problemen te zitten dat ze dus A, geen moskee hebben, geen minaret, dat ze het vasten bij ons heel anders is dan het vasten bij hun. Ja? We hebben hier van alle de geloven, maar die zijn dus door het Europese leven heel anders dan die uit Eritrea of waar ze ook vandaan komen. Okay. Had u nog één vraag? Ja? Niet. Dus het gaat om de voeding, de studie en de scholen. De scholen zijn nu al overbevolkt. De doktoren die we dus hebben, want dat was dus even het antwoord op die andere vraag. We komen nu al doktoren tekort. Ik ben met mijn schoonzus naar Isala Kliniek geweest. En het zou in een uur afgehandeld zijn, want ze moest even de ader gecontroleerd worden. Ze heeft er 2,5 uur over gedaan, omdat de machine niet werkte. Oké. De zorg, hoe zit het? Want komt er dan ook meer zorg? Hebben die mensen daar hun eigen zorg? Of komt het in plaats van de zorg die de mensen hier nu hebben? Nee. Het werkt eigenlijk overal hetzelfde in Nederland. Op het moment dat er een nieuwe wijk in een dorp of een stad komt, waar mensen... Graag stilte, ja? Waar mensen komen te wonen, dan moet er soms een huisarts bij. Daar zijn normen voor, zoveel patiënten per huisarts. Dat is bij een AZC ook zo. Hoeveel mensen er in een AZC wonen, die tellen mee in de praktijken van een huisarts. En overigens wordt een huisarts ingehuurd door de organisatie die de gezondheidszorg regelt. Oké, okay. Goed. Ik ga eens even kijken. Die meneer daar, die had ik net al een hele tijd geleden beloofd. Dan kom ik naar u toe. Nou, ik had even een vraag over die meneer van het COA. Die had het over dat die allemaal rechercheurs en zo erop, dat ze die mensen onderzochten. Zijn ook die vluchteling, zogenaamde vluchteling dan, onderzocht die 120 christenen overboord gegooid hebben? Ik denk niet dat deze meneer over die specifieke situatie iets kan vragen, ja? Geen AZC hier. Oké, okay, dat is... Dan nog een vraag. Zijn ze ook onderzocht die bij Servië de paspoorten allemaal weggegooid hebben en die zich allemaal als Syriërs voordoen? Zijn die jongens, is dat ook onderzocht? Die daar gezegd hebben voor die hekken, we gaan tot bloedens toe, gaan we door om te vechten, om hier te komen. Is dat allemaal onderzocht? Dat zal die meneer niet kunnen beantwoorden, maar uw betoog is heel duidelijk. U zegt geen AZC. Meneer had ook een vraag over geloof. Een moslimgeloof, dat is een geloof. Alle christenen het hoofd eraf. Oké, okay. Dan ga ik even naar die meneer achter u. Die wil ook iets vragen of zeggen. Ja, goedenavond. Ik heb niet zozeer een vraag. Ik heb mededeling om ons allen over na te denken. In de mix van aantallen, plaats en de onduidelijkheid ben ik pal tegen een asielzoekerscentrum. Pas op, ik ben niet tegen het helpen van vluchtelingen. Maar om een partij Springgaan aan de vreet te houden, daar pas ik voor. Nog één ding. Die mensen die hier naartoe komen, die hebben in een halve dag meer dooien gezien als wij in ons hele leven. Die zijn zo verhard, daar kunnen wij nu op dit moment niet tegen op. Kansloze actie. Bewaar je voor een boel ellende hier in het dorp. Daarnaast nog één ding. Een half jaar geleden is de laatste een serie van verschrikkelijke dingen gebeurd in het dorp. Toen hebben we beloofd, dan gingen we eerst naar elkaar omzien en naar elkaar luisteren. Gebeurt dat? Nee. Er komen vrachten woningen bij voor buitenlanders en onze eigen jongen hebben geen huis, geen woning, geen toezicht. De woning, daar heeft die mevrouw vorige week ook iets over gezegd. En dat is, ja, we gaan nu eerst even deze vraag beantwoorden. Dat is wel een item. Mensen zeggen, ja, we hebben eigenlijk voor onze eigen kinderen kunnen hier geen woning vinden. Hoe zit dat nou? Want dan, nu komt er wel plek voor andere mensen.
Ja, ik snap die vraag wel, want dan is het net in één keer of er dan 600 mensen zomaar komen waar wij huisjes voor klaar hebben. Dat is dus niet het geval. We hebben een asielzoekerscentrum, laat ik dan nu even uitgaan van de 600 personen, maar dat drukt niet op de woningcorporatie. Dus dat heeft geen gevolgen voor het ingeschreven staan bij een woningcorporatie. Dus daar wordt je wachttijd niet langer door. Want deze mensen, die zullen uiteindelijk, dan ga ik weer eventjes naar mevrouw Helder. De mensen die hier nu komen, die gaan daarna dan door naar elders in het land, naar andere woningen? Ja, want alle mensen die een verblijfsvergunning krijgen, die kunnen dus in een gemeente gaan wonen, maar die zijn allemaal verdeeld over Nederland. En iedere gemeente neemt een aantal vluchtelingen op naar rato van het aantal inwoners. Dus een klein dorp, een klein aantal, grote stad, groter aantal. Goed. Ik wil u toch echt eventjes vragen om een beetje stil te zijn op het moment dat er een antwoord komt, want anders schiet het helemaal niet op met het antwoord. Gaat u rustig even zitten, want er komen eerst nog wat andere mensen aan het woord. Die mevrouw daar, ja, die zit vlak naast jou. Ja, ja, ik wil er eens even over gaan zitten. Wilt u zo vriendelijk zijn om te gaan zitten? Ik wil graag dat u gaat zitten. Er zijn een heleboel mensen die heel lang de hand opsteken. Ik zou het waarderen als u gaat zitten. Dank u wel. Mevrouw. Ja, ik wil even aangeven wat er is gebeurd, wat hier allemaal getekend is. In wezen keur ik absoluut niet goed wie het gedaan heeft. Maar wat mij wel heel erg bezighoudt is dat alle veiligheid, politie, zorg, woningen, wat er gebouwd moet worden, kost allemaal geld. Een geld wat de gemeente veelal nu niet meer heeft, want de ouderenzorg ligt eigenlijk al heel vaak op de gat, want daar kan geen zorg meer voor geleverd worden. Wat doet de gemeente daaraan? Wat kost het? Oké. De zorg. Mag ik heel even tussen u in staan? Nee, kom, blijf maar hier staan, burgemeester. De zorg, andere voorzieningen. Oh, dan moet ik naar de wethouder toe. De zorgvoorzieningen, dat geldt eigenlijk hetzelfde. Wat doen jullie daaraan? Want de gemeente moet hier nu ook al keuzes maken. Dat klopt en ik snap die vragen ook wel. Maar er zijn in Nederland voorzieningen voor een asielzoekerscentrum, dat wij daar financiën voor krijgen, waar wij in principe mee uitkomen om daar de zorg voor te regelen. Dus het gaat niet vanuit de zorg die op dit moment naar ons toe komt, die valt onder het sociaal domein, zoals wij dat in Oldebroek noemen. En dat gaat heel direct naar de inwoners van onze gemeente. Daar gaat het budget wat wij nu bij de gemeente hebben. Oké, en daar tellen deze mensen dan niet voor mee. Maar goed, er zullen wellicht ook wat dingen in de omgeving veranderd of aangepast moeten worden. Of in de loop van de tijd dingen gebeuren. Wellicht gaan kinderen daar vandaan naar school. Dan komt dat ook op het budget van de gemeente Oldebroek. Ja, als mensen langer dan een half jaar in Nederland zijn, worden ze ingeschreven in de basisadministratie. En daarmee tellen ze ook mee voor de basisuitkering die een gemeente krijgt en waar de gemeente ook basisvoorzieningen vanuit betaalt. Dus daarmee kun je kijken. En onderwijshuisvesting is er zo eentje die daaronder valt. Dus durft u het aan om te zeggen dat 600 extra mensen in een asielzoekerscentrum niet ten koste gaat van het budget van de gemeente, dat dat verder daar geen effect op heeft? Het heeft dus wel effect op, als die mensen dus langer dan een half jaar zijn, dan krijgen we ook meer financiën, waardoor we dus ook dingen kunnen betalen. En als daar nou bijvoorbeeld mensen bij zitten die meer dan gemiddeld zorg of voorzieningen nodig hebben? Als dat zijn, dan hebben we ook net mevrouw Helder gehoord van het COA. Daar heeft het COA ook haar voorzieningen voor. En wij zullen dus bij langdurige zorg, en u kunt u erin denken dat die mensen getraumatiseerd zijn, dan zullen we zeggen tegen het COA, deze mensen hebben specialistische hulp nodig. En kloppen we daaraan. En dan gaat het COA dat regelen van andere voorzieningen? Daar heeft het COA ook speciale voorzieningen voor. Oké, goed, dat is helder. Die meneer met het blauwe jasje daar. Hard schreeuwen heeft geen enkel zin. Die meneer met het blauwe jasje, waar is de microfoon? Ja. Ja, die meneer met het blauwe jasje. Iedereen staat al heel lang met zijn hand omhoog. Er zijn vrij veel mensen. Ja, goedenavond, ik ben Martin Wittingen, ook woonachtig in Wezep. En ik had toch nog een vraag aan de burgemeester, want ja, eigenlijk is de vraag al een keer gesteld, maar er wordt in mijn ogen veel te gemakkelijk aan voorbij gegaan. Namelijk, u was op zoek naar draagvlak.
Wat is het dan makkelijker om een referendum uit te schrijven voor de gehele gemeente Oldebroek? Om iedereen te vragen welke mening zij hebben, daarop een antwoord te geven en op basis van de uitslag van dat referendum ook uw mening te baseren. Oké. Burgemeester, een referendum, waarom doet u dat niet, als deze mensen dat nou zo echt heel graag willen? Twee opmerkingen als het mij dat is toegestaan. In de eerste plaats denk ik dat het heel duidelijk is dat u vanavond heel duidelijk uw mening kenbaar maakt. En wij luisteren hier, we zijn om naar u te luisteren. Dus dat is ook beïnvloed. Tweede opmerking is, verzoek om een referendum is meerdere keer gesteld. Ik zal die vraag ook, uiteraard zult u begrijpen dat wij als gemeentebestuur gaan nadenken over de betekenis van wat we hier vanavond horen. En daar zal ook daarbij zijn de vraag van, moeten we een referendum gaan houden, ja of nee? Dus dat nemen we mee. Oké, dus u zegt daarmee dat het iets is wat wordt overwogen om te gaan doen? Het is een mogelijkheid en dat wil ik met de politiek dan bespreken. Dus ook dat is aan de politiek om te bepalen al dan niet een referendum? Ja, maar nogmaals, het is zeker een mogelijkheid. Maar dit is ook nadrukkelijk bedoeld om te horen wat u ervan vindt. En volgens mij maakt u daar goed gebruik van. Oké, goed. Helder. Dan gaan we naar die meneer. Ja, ik had even de volgende vraag. Op het toekomstige asielzoekerscentrum, daar wonen 150 Poolse werknemers. Voor die mensen gaat andere huisvesting gezocht worden, is gezegd, want die moeten van het terrein af. Worden die mensen weer gehuisvest in de omgeving van Oldebroek of in Oldebroek zelf? Of gaan die elders in het land ondergebracht worden? Want ik neem aan dat deze mensen dus een baan hebben hier in de buurt, dus hier ook graag in de buurt willen blijven wonen. Dat is even mijn vraag. Oké, dan gaan we daarvoor naar de burgemeester. De 150 Poolse mensen die er nu zitten, daar moet iets anders voor gevonden worden. Waar gaan die heen? Ja, en is zeker ook voor aantallen dan niet mogelijk. Dus vandaar dat die voorwaarde is gesteld. Wij hebben gezegd, dat is een probleem van de eigenaar. We hebben ook gezegd, dat lost je niet zomaar op. Dan moet hij met een goede oplossing komen. En die moeten wij ook verantwoord vinden, ook voor de arbeidsmigranten zelf. En dat zullen we serieus beoordelen. Maar u zegt, dat is een probleem van de eigenaar. Maar dat zijn ook bewoners van Wezep, van Oldebroek. Dus ik hoop dat het ook een beetje uw probleem is. Wat vindt u een acceptabele oplossing? Nou ja, volgens mij heb ik dat geprobeerd aan te geven. Dat het voor ons niet acceptabel is dat er van alles nog wat mee gebeurt. Dat die mensen aan het lot overgelaten worden. Dat het een huisvesting is die wij ook in relatie tot hun werksituatie enzovoorts ook verantwoord vinden. Maar wat bedoelt u met verantwoord? Nou ja, bijvoorbeeld als het gaat als iemand hier zijn werk heeft, dat hij niet ergens in Amsterdam ondergebracht wordt. Maar dat er qua reisafstand ook een normale situatie is. Ja, goed. Ik ga even naar die meneer met het blauwe jasje. Ja, ik heb een vraagje aan de burgemeester. Ook met betrekking tot veiligheid en jullie onderzoek naar de veiligheid en de mogelijkheid. Ten eerste, ik ben zelf trouwens tegen op het AZC zoals het nu staat, absoluut. Stel nou, dat blijkt, jullie tekenen voor 5 jaar, maar stel nou dat blijkt, nou, het gaat allemaal door, toch de raad beslist en nu beslist het gaat door. En na een maand of 2 maanden misschien wel, blijkt dat het toch gigantisch veel overlast is van die mensen. Neemt u dan ook die verantwoordelijkheid om te zeggen, jongens, het is klaar, de boel gaat dicht, ongeachte centen, maar weg met dat spul? Oké. Daar zou ik het volgende op willen zeggen. We zijn natuurlijk niet de eerste gemeente waar een AZC ter sprake komt. Er zijn al veel gemeenten waar een AZC is en waar gemeenten afspraken hebben met het COA. En ik weet van gemeenten die afspraken hebben met het COA dat als de overlast te veel is, dat er dan ook de mogelijkheid is om ofwel te verminderen ofwel het te beëindigen. En hoe ver dat moet gaan, dat weet ik nu nog niet. Maar dat is wel een onderwerp van gesprek om inderdaad die veiligheid te kunnen beheersen. Dus u zegt, als we van tevoren bedenken wij van nou, als dit of dat gebeurt, vinden wij dat de reden om alsnog het COA, of te zeggen, asielzoekcentrum moet u sluiten. Dat neemt u daarin mee? Ik weet van gemeenten die dergelijke afspraken met COA gemaakt hebben. Daar hebben wij nog niet over gesproken nu nog met het COA. Maar daar zullen we over moeten praten. Want laat één ding duidelijk zijn. Het belang van onze inwoners staat bij ons helder op de agenda. En als dat soort problemen ontstaan en niet opgelost zouden kunnen worden, dan kan het dus gewoon niet acceptabel. Dus dan moeten we kunnen ingrijpen. Dat gebeurt dus blijkbaar. Hoe zijn uw ervaringen met andere gemeentes? Is dat wel eens vaker gebeurd? Want in andere gemeentes is misschien deze vraag ook wel vooraf. Ja, eigenlijk in iedere gemeente waar we een AZC starten,
dan komt een discussie los. Dat is logisch. En we hebben vaak mensen die zeggen, nou, ik heb er grote moeite mee dat er een AZC in mijn gemeente komt. En aan de andere kant zijn er ook altijd mensen die zeggen, ik vind dat we iets moeten doen voor vluchtelingen en opvang is een van de vormen die we moeten doen. Nou, dan heb je in een gemeente, hoop je natuurlijk altijd een goed gesprek met elkaar. En niet dat mensen binnen één gemeente, of het nou Oldebroek is of een andere gemeente, maar dat mensen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Dat is natuurlijk altijd heel naar. De ervaring leert ook dat als je hele goede afspraken maakt, en wij proberen ook vanaf het begin af aan omwonende overleggen te starten, hè, nog voordat er een AZC is, om te horen, hè, wat de omwonenden graag willen, wat ze belangrijk vinden. En als je dat goed met elkaar doet, dan merken we overal in Nederland, bij de 70 locaties die we hebben, dat je een heel eind komt. En je hoort mij natuurlijk niet zeggen dat er nooit eens iets aan de hand is. Natuurlijk is er af en toe wel iets aan de hand. En natuurlijk zijn er omwonenden die soms ook langskomen en zeggen, ik heb er nu echt last van, bijvoorbeeld geluidsoverlast. Dat komt wel voor. Het komt er ook voor dat inwoners van bewoners van onze AZC's, daar zitten natuurlijk af en toe ook geen lievertjes bij. Het zijn gewone gezinnen, het zijn gewone mensen. Maar er zitten af en toe ook mensen bij. Nou, die doen dingen die willen we niet met z'n allen. En daar gaan we natuurlijk zo mee om als met ieder ander om. En is het wel eens voorgekomen dat uiteindelijk om die reden een AZC is gesloten? Nee, dat is nog nooit voorgekomen. Okay, dat is helder. Die meneer daar. Hoi, ik ben Richard. Ik kom ook uit Wezep. Ik heb een tweetal vragen. Ten eerste de voorwaarden om een AZC plaats te laten vinden. Wat voor voorwaarden zijn dat? Worden die bekendgemaakt? Dat is vraag 1. Ja, dan gaan we die eerst. De criteria. Want u doet een onderzoek. Het moet aan voorwaarden voldoen. U heeft al iets over gezegd. Welke voorwaarden zouden dat zijn? Deze avond zijn ook vooral bedoeld om te kijken, wat vinden mensen belangrijk? Nou, er zijn aspecten genoemd als veiligheid met name. Maar vorige keer ook verkeerssituaties. Begeleiding. Het is onze bedoeling dan, als er het kansrijk is om ermee door te gaan, om dan met de woonomgeving met name ook daar afspraken over te maken, dan pas de voorwaarden meer concreet te maken en die gaan we zeker ook communiceren. Onze bedoeling is ook dat we gaan er volgende week zeker ook als college over doorspreken, als we die inventarisatie hebben gemaakt, om dat ook voortdurend te communiceren. Maar dat betekent dat de voorwaarden nu nog niet één op één op een rij staan. Die maken deel uit in de komende weken. Gaat u die voorwaarden op een rij zetten? We zijn nu eigenlijk aan het inventariseren over welke onderwerpen we voorwaarden willen gaan formuleren. En doen we dan in overleg met de omwonenden en de gemeenteraad. Oké, dus eerst worden de voorwaarden geformuleerd, dan wordt er een besluit genomen. Klopt. Goed, uw andere vraag? Oké. De gemeente. Wat voor belang heeft de gemeente erbij? Volgens mij is het enige eigen belang, hoge vergoeding misschien. Het aantal inwoners van de gemeente, de datum 15 maart 2015 van het CBS, is 22.997. Als we daar 600 vluchtelingen bij optellen, gemakshalve even 23.000 aanhouden, is het 23.600. De grenswaarde voor een hogere vergoeding voor bestuurders en raadsleden ligt op 24.000 inwoners. Tel maar na. Als de gezinsleden de vluchtelingen de weg vervolgen, zijn de 400 woners zijn binnen 5 jaar meer dan 24.000 inwoners. Klopt dat? Oké. Er werd net al even gezegd, dit gaat niet ten koste van de gemeente, maar wordt u er beter van als we zo meteen een paar mensen erbij hebben? Nou, u kent mij, eerlijk antwoord. Er zitten twee aspecten. Ogenblikje. Wil je zo vriendelijk zijn even te gaan zitten? Ja. Er zijn twee onderwerpen. Voor de gemeente zelf maakt het financieel, hebben we er geen belang bij. De kosten zijn voor het Rijk, voor de COA. En de opbrengsten die zijn er voor de gemeente. Dus voor de gemeente is het 0,0. Maar voor uw eigen vergoeding? Dat was de tweede daal, daar ga ik niet omheen. Kijk, 300.000 plus 600 is 300.600. Er zit nog een gat van 400. Klopt. En we hebben vorige week, op maandag is ook die vraag aan de orde geweest. Als er bijvoorbeeld een gezin hierin komen, het aantal van 600 neemt niet toe. Dus voordat we over die 24.000 zijn, ben ik hier al lang weg. Maar het komt wel wat dichterbij natuurlijk met die 600. Het zit wel wat dichterbij uw verhoging van het salaris, toch? Speelt dat mee? Toen ik hier gekomen ben, heb ik salaris ingeleverd. Dus dat speelt voor mij echt geen rol.
Oké. Okay. Dus u zegt, dat speelt geen rol. Maar het geldt bijvoorbeeld ook voor gemeenteraadsleden. Die krijgen ook een hogere vergoeding dan, toch? Ik heb gezegd, die grens van 4.000 is gewoon ver buiten beeld. En daar gaat het echt helemaal niet om. Ik kan het niet simpeler maken. Goed. Nee, je gaat eventjes zitten. Want er zijn eerst nog een heleboel andere mensen. Die mevrouw daar. Hallo, ik heb een vraag. Het grootste AZC die is gevestigd in Nijmegen. Daar zijn 3000 vluchtelingen op een inwonersaantal van 175.000. Nu komen er hier zo'n 600 vluchtelingen op, heel even kijken, 14.000 inwoners. In Nijmegen geeft dat dus 1 op 56 dat vluchteling is. In Wezep zal dat 1 op 22 zijn. Is dat aantal niet ontzettend hoog? En daarnaast, kan er niet een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld om te kijken of de Heidehoek daadwerkelijk geschikt is? Want u en het COA zijn allebei belanghebbenden in deze. Oké. Het is... Dank u wel. Het is toch weer dat aantal, hè? Want dat speelt wel een rol. Van, ja, 600 is veel op het aantal inwoners van Oldebroek en helemaal van Wezen. Ja, klopt. Maar mevrouw zegt, er komen hier 600 asielzoekers. Dat is niet wat ik gezegd heb. Ik heb alleen gezegd dat het verzoek van het COA is om er hier 600 te huisvesten. En wij hebben gezegd, we willen kijken wat er mogelijk is. En ik heb liever dat de woonomgeving daar inspraak op heeft dan dat we er onafhankelijk onderzoek van maken. Oké, en waarom heeft u dat liever? Sorry? Waarom wilt u dat liever? Een onafhankelijk onderzoek kan toch ook helpen dan? Ja, daar heb ik op zich geen bezwaar tegen, maar ik denk dat dat niet wegneemt dat een woonomgeving en een buurt en een dorp zelf er ook een verantwoord gevoel bij wil hebben. Dat is volgens mij het belangrijkste. Maar snapt u dat mensen zoiets hebben van ja, als COA en de gemeente dat samen bepalen, die hebben er ook allebei een belang bij. Dus zoek er een derde partij bij die dat dan kan beoordelen. Maar wij bepalen dat niet zelf. COA heeft daar een bepaalde wens in. En wij hebben gezegd, we willen in samenspraak met inwoners en de gemeenteraad kijken wat verantwoord is. Dus we bepalen het niet zelf. Dus geen onafhankelijk onderzoek? Als het bij kan dragen, dan ben ik er zeker toe bereid. Goed. Deze meneer hier voorheen. Ja, dank u wel. Ik heb al eerder vanavond gehoord, ja, iets over christelijke boodschap, christelijke gedachten van we moeten mensen helpen, opvangen. En diezelfde naïviteit hoor ik hier aan deze kant. Alleen maar, wij moeten goed doen, wij moeten mensen helpen. Maar dan wil ik toch graag aan de burgemeester vragen hoe je dan reageert op een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Dat heet, moslims in verzet tegen christelijke hulp aan vluchtelingen. Volgens mij is dit hier een vrij christelijk dorp. En uit het artikel... U komt hier niet vandaan, begrijp ik? Misschien. Niet dus, dank u. Uit dat artikel blijkt dat de asielzoekers die daar zitten, de moslims die daar zitten, helemaal geen hulp willen van christenen. Alles wat christelijk is, daar moeten ze helemaal niets van weten. Dus, burgemeester, dan kan ik u vertellen, die mensen, die asielzoekers, die willen zich hier helemaal niet aanpassen. Die willen niet uw cultuur, uw christelijke cultuur, die willen niet uw normen en waarden. Het enige wat zij hier willen is ons geld. Oké, het is helder. Ik denk dat we eerst even... Hallo, mag ik even? Ik ben degene met de microfoon. Nee. Gaat u even zitten. Gaat u even zitten. Ik wil u toch nog een keer heel dringend verzoeken om stil te blijven. Dit schiet niet op. Als we zo doorgaan, moet ik zeggen, excuus, we sluiten de zaal en we gaan naar huis. Zo simpel is het. Ik ga een antwoord halen op de reactie van deze meneer, die niet echt een vraag was, maar een reactie. En ik hoop dat u zo vriendelijk wilt zijn om eventjes te luisteren naar de reactie. Dat ga ik eerst doen bij deze mevrouw van het COA en dan ga ik daarvoor naar de burgemeester. Hoe zit dat? Nee. Hoe reageert u als u dit hoort? Nou, meneer heeft een mening verkondigd. En die mening was heel duidelijk. Dat is een hele duidelijke mening.
Wilt u alstublieft eventjes stil zijn, zodat u uitgesproken kan worden? En er was een krantenartikel waarin waar u nu die mening onderbouwd zag, hè? Dus hier ook naar buiten gebracht. Ja, ik weet niet wat ik goed tegen zo'n mening in moet brengen. Ik weet wel dat ik er last van heb als christenen over één kam worden geschoren. Moslims hebben er ook last van als ze over één kam worden geschoren. Net zo als bij christenen er mensen zijn waarvan je, hè, u misschien denkt, nou, ik ben het niet eens met deze handel en wandel. Dat gebeurt bij moslims ook. Ik ben er van overtuigd dat moslims niet per definitie niets met christenen willen. Nee, sterker nog, ik weet zeker dat niet zo is. En hoe zijn de ervaringen in andere AZC's daarmee? Sorry? Hoe zijn de ervaringen in andere AZC's daarmee? Nou kijk, als je als moslim niet in een christelijk land zou willen leven, ja, dan kom je hier natuurlijk helemaal niet. Dat lijkt me volstrekt helder. Burgemeester, u wilde daarop reageren, want de vraag was nu gesteld. Ja, de vraag was gesteld en ik ben altijd gewend om op vragen ook te reageren. Zo had ik vandaag ook op Twitter met een aantal mensen ook even een korte discussie. Onder andere met een jonge dame, mevrouw Bastiaan. Ik weet niet of ze er nog is. Maar in elk geval, daar ging het ook even over. Doe je de dingen vanuit je geloofsovertuiging en vanuit het christelijke geloof? En nou, daar stelde zij een vraagteken bij. En dat begrijp ik. En voor mij is dat ook niet het punt. Het gaat erom dat iedereen doet zijn dingen vanuit zijn eigen motieven. Dat is soms een geloof, dat is soms een levensbeschouwing, wat het ook is. Maar waar het hier om gaat, is dat er vluchtelingen zijn in Nederland, die zijn hier aanwezig. En wij als gemeentebestuur vinden dat we dan ook daar een bijdrage aan hebben te leveren om die op te vangen. Dat is de discussie en anders niet. Die mevrouw daar. Ik heb ook een vraag. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik gewoon heel ernstig bang ben. Het is misschien ook raar om vooruit te komen, maar er komen dus 600 vluchtelingen. Tenminste, dat is de bedoeling. 80% daarvan is man. Dit heeft een heel ander geloof dan ons. Ze zijn niet geëmancipeerd. Een vrouw is helemaal niks bij hen. Ik heb een dochter van 6. Wie gaat mij vertellen dat dat goed gaat? Ik heb nichtjes, neefjes, buurmeisjes. Ik loop 's avonds om medische redenen. Ik durf dat dan niet meer. Straks wordt dat meisje aangerand of verkracht. Wie gaat dat goed maken? Dat meisje is vertekend voor het leven. Ik woon bij het station. Daar komen ze allemaal langs, want ze moeten met de trein. Ik voel mij hier al niet veilig, omdat er zulke rare dingen gebeuren. Kunt u mij dan die veiligheid dan wel geven? Ik denk het niet. Oké. Burgemeester, snapt u die angst? Ja, zeker snap ik die angst. En ik begrijp ook wat mevrouw omschrijft met betrekking tot het gevoel in deze zaal. Ik denk dat we allemaal ons er een beetje ongemakkelijk bij voelen. Er zit heel veel spanning op. En dan komt dat het heel erg met een aantal, ja, hoe zeg ik dat? De ene is heel erg oneens met de ander. En dan kan de spanning ontstaan. Want het gaat ook over de essentie van het leven. En daar wordt blijkbaar heel verschillend beleefd. Meneer Kalf noemde net ook nog even de discussie over de jongeren. Ik maak me daar ook, en dat kan bij heel veel mensen hier bekend zijn, heel veel zorgen om hoe dat gaat in WZP. En daar steken we veel energie in. Maar dat zijn discussies. Dat zijn discussies die naast elkaar bestaan. En wat dat betreft hebben we deze discussie te voeren. En we luisteren nu in de zorg die mevrouw noemt. Die is gewoon heel concreet en heel serieus. Die neem ik ook serieus. En dat is zeker een punt van afweging hoe nu verder daarmee te gaan. Dat is ook iets in die voorwaarden, of niet? Absoluut. We moeten uiteindelijk komen tot een conclusie dat het verantwoord kan. En anders is het ook niet verantwoord. En dan niet. Nou hebben we heel veel gehoord over veiligheid, over andere cultuur. Toch ben ik ook benieuwd of er mensen zijn die zeggen, nou, ik heb eigenlijk een heel ander geluid en dat wil ik ook graag zeggen. Dat vergt moed van mensen, maar ja, geldt dat voor u? Ja, hallo, ik ben Martijn. Ik woon in Hartsmoerbroek. De gezinnen die hier zouden komen, waar worden die kinderen gedumpt, om het zo maar even te zeggen, op scholen? De scholen Hartsmoerbroek heeft niet veel leerlingen. Ik zie het al gebeuren dat daar straks al die kinderen heen gaan. Dus welke scholen gaan de kinderen naartoe? Ik denk niet dat ze gedumpt worden, maar ze gaan naar school. Oh, de wethouder. Vertel, waar gaan ze heen op school? Nou, heel terechte vraag, hè, want we hebben vanavond al gehoord dat er gezinnen komen met kinderen. En als de kinderen in Nederland zijn, vallen ze onder de leerplicht.
Dus wij gaan met het COA in gesprek, want er zijn meerdere mogelijkheden. We kunnen onderwijs creëren op het AZC zelf, maar we kunnen ook kijken, zijn de scholen die wij in onze gemeente al hebben, zijn die bereid en kunnen ze kinderen opnemen? Dus het is het, we hebben meerdere mogelijkheden en dat is ook een onderdeel in het onderzoek. We hebben de scholen ook al betrokken. We zeggen van, hey, willen jullie met ons meedenken? Om te kijken, wat doen wij voor de leerplichtige jongeren die zometeen in onze gemeente komen? En heeft u zelf een voorkeur of ze op het AZC naar school gaan of naar scholen in de omgeving? Ik moet eerlijk zeggen, op dit moment heb ik nog geen voorkeur. Goed, dus dat wordt nog uitgezocht. Die meneer hier voor. Hè? Ja, dank u wel. Fred Westerman. Ik vroeg net of er mensen een andere opinie hadden. Ik moet u eerlijk zeggen, gelet op de geluiden vind ik dat best een klus. Maar ik heb hem wel. En ik wil er graag iets over zeggen. En ik heb een quote, die heb ik hier ook, die wil ik graag even voorlezen. En ik zou het fijn vinden als BMW daar iets over zouden kunnen zeggen, hoe zij daarin staan. Gastvrije verwelkoming is een van de tekenen dat de gemeenschap leeft. Anderen uitnodigen laat zien dat we niet te bang zijn. Dat we een schat van waarheid en vrede hebben om te delen. Een schat, een gemeenschap die weigert te verwelkomen. Het zij door angst, door vermoeidheid, onzekerheid, een verlangen zich vast te klampen aan comfort of gewoon omdat men genoeg heeft van bezoekers, is geestelijk stervende. Daar zou ik graag een reactie op willen hebben. Oké, dan ga ik naar de burgemeester en naar de wethouder. Wat vindt u van die quote? Ik wou dat ik hem in één keer kon opslaan eigenlijk in mijn hoofd. Maar die meneer heeft hem op zijn app staan, dus ik krijg hem vast. Nou, hij appt hem vast, laten we aan u door. De essentie ligt denk ik in wat wij ook als college gezegd hebben. Dat wij bereid zijn om hierover na te denken. Kunnen wij iets betekenen voor mensen in nood? En daar hebben wij gezegd, ja, maar. En dat maar, daar zijn we hier voor vanavond bij elkaar. Maar u kunt zich wel invoelen in de quote, ja, we wijzen de namen. Ja, nee, daarom, ik zeg, de quote kan ik niet 1, 2, 3 meer reproduceren. Maar daarom zeg ik van, de gastvrijheid, die zou ik graag willen tonen met een gemeente als Oldebroek. Goed, dank u wel. Geef die meneer zijn telefoon weer even terug. En dan ga ik naar jou hier. Ja, ik heb even een vraagje over het onderwijs. Aangezien nog niet bekend is of die kinderen op de Heidehoek naar school gaan of hier in de regio. Mocht het geval zijn dat ze dus niet op de Heidehoek naar school gaan, hebben zij zelf de vrijheid om te kiezen naar welke school hun kind gaat? Want dan is de kans namelijk heel erg groot dat alle kinderen naar de wereldwijde gaan, omdat dat de enige openbare school is in Wezen. En mocht dat zo zijn, wat denkt u wat dat doet met de kwaliteit van onderwijs op de wereldwijde zelf? Oké, dankjewel. Dus toch weer even bij de wet houden, ja? De vrijheid van onderwijs, dat zal dan voor die mensen ook gelden. Heeft dat consequenties voor de openbare school of denkt u dat ze verspreid naar andere scholen zullen gaan? Op dit moment zijn zowel de openbare school als de christelijke school bereid om kinderen op te nemen. En wij realiseren ons dat deze kinderen waarschijnlijk een enorme grote taalbarrière eerst hebben. En dus daar zullen we eerst in investeren. En dan kan het misschien beter zijn dat ze bij elkaar in één klas komen. En dat die misschien wel formeel valt onder de wereldwijde, maar geplaatst wordt op, ik noem maar even een dwarsstraat, op de Kleppenbelt, omdat dat dichterbij is. Maar daar gaan we dus ook in het onderzoek met elkaar over nadenken. Oké, dat is helder. Er zijn veel verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Er staat daarachter een meneer. En ik heb u ook gezien, maar ik heb u ook al eerder gesproken. Ik wil eens even gaan kijken of er nog andere... Ja, die meneer daar. Of er nog andere onderwerpen zijn die zo aan de orde moeten komen. Eerst die meneer. Ja, dank u wel voor uw tijd. Ik ben even oud als deze jongeren hier, maar ik ben een voorstander dat hier vluchtelingen komen. Het doet mij pijn om te zien hoe wij als Wezen met die vluchtelingen omgaan.
En meneer sprak over moslims en christenen. Ik heb een stuk in de krant gelezen waar een moslim vertelt dat hij niet voor zijn geloof durft uit te komen omdat de christenen hem anders vermoorden. Ja. Maar burgemeester, even kijken naar de jongeren en de andere mensen uit Wezep, mis ik van hun dat zij met oplossingen komen. En daarom zal ik dat even voor hun doen. Bent u in de gelegenheid om na te denken over een samenscholingsverbod en een avondklok in Wezep? Zodat die mensen niet meer op straat rondlopen en zodat de mensen niet meer bang hoeven te zijn dat hun dochter verkracht wordt. En u kunt nu tegen mij gaan schreeuwen, maar burgemeester, wilt u daar antwoord op geven? Ja, kunnen we nog heel even stil zijn? We gaan zo toe naar een afronding. Een reactie op de suggestie van deze meneer. Kunt u nadenken over dit soort maatregelen? Nou, ik kan overal over nadenken. Maar het begint ermee dat we een uitgangspositie hebben waarvan we zeggen dat is een verantwoorde positie. Als je gelijk met dit soort maatregelen zou moeten beginnen, dan geeft het ook aan dat je er geen vertrouwen in hebt. Dus dat is even mijn aarzeling erbij. Maar het moet gewoon een situatie zijn die verantwoord is en niet afhankelijk van dit soort scherpe maatregelen passen als er gaan maken worden. Want dan bouw je de escalatie als het ware bij in. Maar dit is wellicht wel iemand waarvan u zegt van nou, als die wil meedenken, kom aan tafel. Ja goed, dat zijn wel suggesties. Maar nogmaals, wij zouden nog graag ook juist, zeker met de directe woonomgeving en met de buurt erover willen praten. Waar je wel over door kunt spreken met elkaar. Als dat een meer veilig gevoel geeft, dan ben ik wel bereid om daar ook met het COA erover te praten. Maar ja, goed, we moeten gewoon even kijken. Het moet nogmaals, ik vind het wel erg belangrijk dat je niet start met dit soort maatregelen, want dan heb je zelf er al geen vertrouwen in. Goed, dank u wel. Die mevrouw daar. Wat ik me eigenlijk afvraag is het eerste. Ze komen hier allemaal met boten naartoe. Het is hier allemaal bekend hier in Nederland. Overal wordt op bezuinigd, op de zorg. Er zijn tienduizenden kinderen in Nederland die zonder eten naar school moeten, omdat het er niet is. Er zijn voedselbanken. Het Rijk wijst het geld van Europa af voor de voedselbanken. Is het nu zo dat er nu ook weer een boot komt vanuit Griekenland die ons geld terug komt brengen voor de mensen die het hier nodig hebben? Oké. Okay. Nou. Goed. Kunt u daarop reageren? Het was niet heel duidelijk een vraag aan de wethouder. Hoe zit dat? Want dat heeft toch weer te maken met dat geld en voorzieningen die hier dan tekort zijn. Ja, ik ben er net al een beetje op ingegaan natuurlijk. Hè, over, en ja, ik moet u toegeven, er komt geen boot met geld naar Griekenland. Maar wat wij wel hebben, heb ik net proberen uit te leggen. En dat is geld wat wel bij ons komt van het sociaal domein. Wat gewoon geld voor onze inwoners is. He, dus die voorzieningen blijven daar. En dan kan ik een heel technisch verhaal doen. Hè, want u roept over de kinderen. En ik denk dat wij in Oldebroek veel voorzieningen hebben voor kinderen. He, dan denk ik van, en daar zou ik graag met u op een ander moment best over door willen praten, om te kijken of die voorzieningen adequaat zijn. Want dat is waar ik als wethouder van zorg heel erg benieuwd naar ben. Dus ik ontvang graag signalen als u vindt dat bijvoorbeeld ons beleid daarin niet voldoende is. Maar nogmaals, wat deze vluchtelingen in dat asielzoekerscentrum krijgen, is niet geld wat direct van de gemeente vandaan komt. Goed. Die mevrouw hier met het lichtblauwe vest. Ja. U spreekt steeds over direct omwonenden. En dan vraag ik mij af, ik woon op 3 kilometer afstand. Daarmee ben ik geen direct omwonende. Ik voel mij wel direct omwonende. Ik denk in een grote plaats zullen ze lachen om 3 kilometer. Wij wonen in een dorp. Hoe gaat u daar straks mee om? Wie beschouwt u als omwonende en met wie gaat u nog nader in gesprek? Nou, het is ook niet voor niks dat we 2 bijeenkomsten hebben. Namelijk, de afgelopen maanden was primair bedoeld voor de omwonenden. Deze voor de, eigenlijk voor alle inwoners van Wezep. Belangstellend, maar vooral accent op inwoners van Wezep. Dus dat geef ik u graag toe. Het raakt het hele dorp Wezep. Dus dat heel duidelijk zo gezegd.
Maar als dus mevrouw zegt van nou, ik wil er eigenlijk ook graag over meepraten, betekent dat dat zij dan ook met u aan tafel kan daarover? Nou, op zich vind ik het ook logisch dat je wel primair met de directe woonomgeving praat, maar dat hoeft het gesprek met het hele dorp, of het hele dorp, maar in ieder geval met de ervaring vanuit het dorp, niet uit te sluiten. Dus als mensen zich melden bij u en zeggen ik wil meepraten, dan zou dat eventueel kunnen? Ja, ik denk dat het ook wel van belang is om dat te doen. Oké, goed. Zit daar midden tussenin een mevrouw die ook al een tijd... Ja. Nou, wij zijn wel direct omwonenden, tenminste 500 meter, 600 meter. Maar wat ik mij afvraag, nu staat hier heel veel beveiliging voor eigen bevolking. Hoe gaat het straks bij ons in de straat? Krijgen wij dan ook beveiliging, net als nu? Maar u zou beveiliging willen? Ja, meer politie. Er is hier maar één politieauto over al die wijken. Als wij nu bellen van er wordt gedeeld of er wordt drugs gedaan, is er geen tijd. Dus kan de politie niks aan doen. Er is maar één auto over al die wijken. Hoe gaan ze dat straks doen? Daar maak ik mij bang over. Oké. De politiecapaciteit. Er wordt veel geregeld op het terrein zelf, maar buiten het terrein meer mensen. Komt er dan ook meer capaciteit van de politie bij? De politie heeft mij verzekerd dat de capaciteit beschikbaar was gesteld die nodig is. Maar als we heel veel politiecapaciteit nodig zouden hebben, dan hebben we het niet goed voor elkaar. Dus zo simpel is het. Het moet verantwoord zijn. En als er in beperkte mate meer politietoezicht nodig is, dan is er dus ook maar in beperkte mate meer gevaarzetting. Ja, dan kan dat aan de orde zijn. Zeker. Maar dan kan het aan de orde zijn. Dat betekent dat als nou zou blijken door dit of door iets anders dat het echt nodig is om extra capaciteit in te zetten, dan kunt u dat als burgemeester organiseren. Ik heb de toezegging dat dan die capaciteit er ook voor beschikbaar komt. Goed. Nou, we hebben veel gehoord over veiligheid en veel over andere zorgen. Ik wil nog twee vragen doen en dan wil ik toe naar een afronding. En die vragen wil ik dan graag doen bij mensen die nog niet aan het woord zijn geweest. Die meneer daar bijvoorbeeld en daarna die meneer. Oké. Ja, hallo. Ik ben Robert en ik woon ook in Wezep. Ik heb een vraag over de eigenaar van de Heidehoek. Want die meneer, waar is die nu? Die krijgt hij 1000 euro's van. Oké. De eigenaar van Heidehoek, die wordt er beter van. Heeft u daar contact mee? Vanavond is hij er in ieder geval niet, toch? Bij mijn weten is hij er niet. Wij doen nog geen zaken met de eigenaar van de Heidehoek. Daar gaat het ons ook niet om. Dat is een zaak tussen Kouwen en de eigenaar van de Heidehoek. Wij doen dit absoluut niet vanwege belangen van de eigenaar, maar we doen het vanwege belangen van de vluchtelingen en anders niet. Goed. En dan die meneer, daar kom ik zelf even net, want daar ben ik het dichtst bij. Ik ben Harry Bijker en ik wou even zeggen, mijn vrouw die staat doodsangst uit als al die mannen hier naartoe komen. Zij is destijds zelf naar Nederland gekomen, 14 jaar geleden. Heeft de integratietraject gevolgd. Ze werd daar ook verdeeld met moslimmannen. Die moslimmannen hadden niets met vrouwen op en daar heeft ze al last van. Die vindt op dit moment eigenlijk dat ze beter weer terug kan gaan naar haar geboorteland als dat hier gaat plaatsvinden. En ik kan gewoon zelf zeggen, als het mij in de weg gaat zitten en ze doet mijn vrouw of dochter wat aan, dan maakt het me geen moer uit. Maar dan wouden die beste mensen niet weten wat er ging gebeuren, want dat was het eind van het verhaal. Ik heb gisteren... meneer Bijker kan me wel helpen. Volgens mij was gisteravond, meneer Bijker, dat we even contact hadden via de social media. En toen heb ik u ook al kenbaar gemaakt dat ik uw gevoel heel goed begrijp. Dat was... Oké, goed. Ik heb van tevoren al gezegd, het gaat nooit lukken om iedereen een vraag te laten stellen. En dat is de ellende hiervan, maar u kunt altijd nog de komende tijd ook langs met uw vragen om die of telefonisch of via de mail op te sturen naar de gemeente. De antwoorden daarop komen daar ook steeds op de site. Dat geldt ook voor alle antwoorden van vanavond weer. Het is heel duidelijk dat er grote belangen zijn en veel vragen zijn. Ik denk dat het goed is als de burgemeester nog even kort reageert daarop. Sorry, ik mag niet aan de microfoon komen. Mevrouw zei het net al, er zit best spanning in de zaal. Dat voelen we denk ik met elkaar. En toch wil ik u heel erg bedanken dat u hier gekomen bent. Ik vind het goed dat u het gedaan hebt en dat u van zich hebt laten horen. Wij hebben iets om over na te denken.
en wordt vervolgd. Dank u wel. Wel thuis. Wel thuis. Dank u.